Freke de Jong had ook bij Feyenoord kunnen spelen. Als ze wat attenter waren geweest, hadden ze ook dat soort spelers. En soms heb ik het gevoel dat ze die liever niet hebben. Het lijkt net zo. Het zal wel niet zo zijn, maar ik denk, waarom hebben wij niet dat soort spelers? Nou, ik zag 500ste, dat zei die Ogaard, zet is donker en licht. Zei. En het andere was 20%. Maar het was wel genoeg om met Feyenoord mee te spelen. Ja, dat had ik wel willen lopen, omdat ik die gevechten aanzag op het middenveld. Met Neeskens en die andere gasten, ik denk, die ken ik er een paar, ook eens een schop geven of zo. Dat was eigenlijk... Dat zij het niet zo begrijpen. Als je één spits hebt en je hebt 4 verdedigers, die blijven daar gewoon bij staan. Dan denk je, ja, je weet wel dat je 11-11 speelt of zo. Ga je dat toch invullen, dan ga je toch automatisch naar voren. En dan blijven de anderhalen blijven er op die vent litten. Want uiteindelijk gaat het er altijd om waar je op je het veld... Je moet toch mensen creëren? Je moet toch een overwicht creëren? Nou, en dat zie je dus vaak. We hebben goede wedstrijden gezien en we hebben ook heel veel gelachen. Met Johan was echt een lachgebeek wel. Meen ik, dat is serieus. Buiten dat hij geweldig kan voetballen, wist hij ook alles. Je kon gerust zo net als u. We hebben alles nagekeken. Maar als je die jongen, zonder dat hij die gekke dingen doet, als je die ziet voetballen, denk je, ja, die denkt dat hij rechts buiten speelt. Die gaat maar te pas en te onpas gaat hij maar rennen. Dat deed Kasdorp ook. Maar die wist ook nog wel eens terug te schakelen snel. Maar hij heeft het helemaal niet. Als je denkt, ik ben daar, dan blijf ik maar even kijken hoe het afloopt. Dat is een groot verschil. Kwamen we weer op Zeist bij elkaar en toen zei Krol, straks moet je een paar keer zeggen Unica's, de radio. Hij zegt, nee, hij zegt dan krijg je, ja, maar dat was heel gek, dat was hele dure kaas. Hij zegt dan krijg je 80.000 gulden. Ik zeg, nou oké, maar dat gaan we in de pot doen. Nee, zegt die, dat is allemaal, nou ieder voor zich. En dat was de reden waarin ik in het begin van de begin af aan al niet boterde met die twee. Nou was Haan Noord sowieso mijn vriend. Vond ik persoonlijk een glijpert. Dus dat was het soms wel eens een probleem met Koen. Dat je zat te wachten van zij weten wat jij gaat doen. Dus ga dan iets anders doen. Om hun ineens te verrassen. En het hoeft niet altijd met bal, maar kan ook zonder bal. Waardoor degene die aan de bal dat ook ziet en dan daar beneden op in kan spelen. Nou, dat is het mooiste van het voetbal. Dat ventje was ook een openbaring, want die maakte zijn debuut in een Feyenoord die eigenlijk elke keer maar een pakker zijn flikken kreeg in de Champions League. En dan moest dat ventje erin. Nou, dat was toch geweldig om te zien. Helemaal zonder dat hij nadacht, speelde hij gewoon geweldig. Gewoon echt alles op zijn gevoel. Een groot idool wat hier vandaag is. En ik voel me natuurlijk te groot om te vragen of ik met hem op de foto mag. Dus ik neem aan dat iemand dat spontaan dadelijk zegt. Wil je niet met hem op de foto? Want dat is natuurlijk toch wel erg leuk. Hij had één glaas oog. Ja, je zou zeggen, ze zijn twee op zieken, niks. Maar hij had er één. Maar soms hadden we wel eens ruzie met de trainer. En dan moest ik weer bij hem komen. En dan zei ik, ome Piet, even onder drie ogen even een gesprekje of zo. Nee, ja, is goed. Is goed, heb je dat.